Je medewerker vraagt verlof aan, maar je weet niet goed wat je wel of niet moet toekennen. Ik leg je in dit filmpje uit waar je rekening mee moet houden. Je medewerker mag verlof opnemen. Dat is in de wet geregeld. Bijzonder verlof voor de medewerker is vastgelegd in de CAO of arbeidsovereenkomst. Onder wettelijk verlof wordt bijvoorbeeld zorgverlof of ouderschapsverlof verstaan. Bijzonder verlof kan worden toegekend bij bijvoorbeeld een huwelijk of een verhuizing. Een van de verlofsoorten waar we veel vragen over krijgen is zorgverlof. Zorgverlof kan kortdurend of langdurend zijn. Kortdurend zorgverlof kan de medewerker opnemen om bijvoorbeeld voor een ziek familielid te zorgen. Voor kortdurend zorgverlof geldt dat je medewerker recht heeft op 2 maal het aantal uren dat hij per week werkt. Dus stel, de medewerker heeft een contract van 38 uur per week, dan heeft hij recht op 76 uur kortdurend zorgverlof per jaar. Voor deze uren ontvangt de medewerker 70% van zijn salaris. Dit tegoed kan worden besteed in een periode van 12 maanden. Op de eerste dag van het verlof beginnen deze 12 maanden te tellen. Langdurig zorgverlof kan je medewerker bijvoorbeeld opnemen bij een levensbedreigende ziekte van een familielid. Langdurig zorgverlof wordt toegekend op basis van 6 maal het aantal uur dat de medewerker per week werkt. De medewerker ontvangt dan geen salaris. Heb je meer vragen over zorgverlof of een andere vorm van verlof? Neem dan contact op met de ondernemersservice.